Hi allemaal! Hoi! In deze video gaan we je laten zien hoe wij slijm maken, althans hoe mijn dochter van 10 slijm maakt. We hebben het al heel vaak geprobeerd en iedere keer vond ik de slijm te plakkerig. In een video van een ander lukt het altijd perfect en als we het dan zelf deden, dan dacht ik nee, dit is het niet. Maar dit voelt heel goed en ik vind die glitters ook heel erg mooi. Ja. En hij druipt ook heel mooi. Als je hem langzaam vasthoudt, dan plakt hij. En als je het dan wat sneller doet, zo... Dan neemt het slijm mee. Ja, dan kan je alles gewoon zo van je hand afhalen. En we gaan nu groen slijm maken, toch? Ja. Laten we beginnen. Dit is de lijm die wij gebruiken. Die heb ik gekocht bij de Action. En je kan ook slijm maken met andere soorten lijm. Alleen, het kan dan weer net mislukken omdat je dan een ander wasmiddel erbij doet. Dus als je deze slijm van ons na wilt maken, dan raad ik je aan om ook echt deze lijm van de Action te gebruiken. Het hele potje? Dat maakt niet uit. Nou, wat, zullen we dat doen? Alles? Ja. Je doet dus het lijm gewoon of het bordje of wat je dan ook hebt. Meestal gebruiken wij iets van plastic. Maar voor de video vond ik dit wel gezelliger. Is dat bord wel groot genoeg voor al het lijm? Denk het wel. Oké. Volgens mij heb ik alles. Ja. Heb je ergens de kleurstof? Oh ja, die ligt hier rechts van mij. Zo. Dat is één. We gaan een klein beetje groene kleurstof toevoegen. Ik heb geen idee hoe ik aan deze tubes kom. Ik denk dat de kleurstof niet zoveel uitmaakt. Een klein beetje maar. Is dit te veel? Nee. Zo. En dan ga je het roeren. En dit is zo'n ijsstokje. En ook die heb ik gekocht bij de Action. Dan heb je een heel pak met allemaal van die... houtstokjes. Ik denk dat er nog meer bij moet, omdat dit niet zoveel, ja, heel veel slijm is. Lijm. Wat veel lijm is, bedoel je? Ja. Zo dan. Volgens mij is het meeste lijm nu wel groen gekleurd. En wat gaat er nu bij? Wasmiddel. Wasmiddel. En wij gebruiken Slimme Reus. Voor ons recept, tussen aanhalingstekens, werkt dit wasmiddel het best. Dus dat gaan we er nu weer in doen. En weet jij hoeveel? We hebben nu een heel potje lijm gebruikt. En hoeveel van die Slimme Reus ga je erbij doen? Iets minder dan de helft en iets meer dan een kwart. Iets minder dan de helft van het potje bedoel je? Nee, van de cup. Van de dop? Ja. Oké, eens even kijken hoeveel ze erin heeft gedaan. Eigenlijk kan je wel zeggen dat waar de rand, deze rand van de buitenkant... Waar je dat ziet, tot zover heb je ook het wasmiddel gedaan. Ja. Ietsje eronder misschien. Nou, giet het er maar op. Ja, en je moet niet te veel in het begin doen, want dan kan het heel beetje bij beetje, ja. Doe er maar in. Dus steeds een heel klein beetje en dan er doorheen roeren. Ja. En dan zal je zien dat het gelijk al een beetje een blob wordt. Oh ja. En als dat niet gebeurt, dan gebruik je of het verkeerde wasmiddel of een verkeerd soort lijm. En uiteindelijk gebruik je wel al het wasmiddel in die dop, wat je in die dop hebt gedaan? Ja. Kijk nou joh. Toch bedenk aan kikkerdril. Kikkerdril. Omdat het groen is. Ja, en door de dingen. Door die bloemetjes eronder. Ja. En uiteindelijk ga ik het ook mixen met mijn handen en dat wordt een kliederbol. Ja, dat maakt het juist zo leuk natuurlijk. Ja. Nou, jij mag het doen, goed? Ja. Ja, zegt ze. Maar het wordt wel, je ziet wel dat het... Het wordt ook steeds iets zwaarder. Hoe zeg je dat? Dat de connectie aangaat. Ik weet even geen ander woord. Het begint te binden aan elkaar, laat ik het zo zeggen. En uiteindelijk zou het ook stoppen met plakken aan de rand van je kom. Of wat je ook gebruikt. Wanneer weet je dat het moment geschikt is om het in je handen te gaan nemen? Dat mag je zelf kiezen gewoon. Okay. Of je het... als je het gelijk aan het begin doet, dan worden je handen heel vies. Ik wil dat ook weer niet. Dus wanneer doe jij het? Wanneer het minder plakt aan de kom. Dus ik denk... In dit geval het bord. Ja. Dus ik denk nog een klein beetje en dan ga ik het gewoon kneden met mijn handen. Of tot je roerding waar je ook mee roert, dat daar het slijm allemaal op komt tot je handen. Wat bedoel je?
Nou, nu begint het slijm begint hoog op de... Op het stokje te zitten. Ja. Het wordt gewoon steviger. Je voelt gewoon op een gegeven moment aan dat het steeds steviger wordt. Ja. En dan ga je het met je handen kneden. Het is nog wel plakkerig hoor. Ja. Is dit goed? Ja. Echt? Ja. Dit vind ik het leukste. Ja, en dan dat had ik een paar keer, als we dat proberen, dat ik dacht, dit komt niet goed. Maar dat komt het wel. Dan moet je gewoon doorgaan, hè? Het is de warmte van je hand. En er zit nog slimme reus in het bakje. Dop? En dat ga ik er ook steeds weer bij gieten. Oh, oké. Okay. Uiteindelijk gaat die hele dop erin en je blijft dan gewoon kneden. Ja. Alleen de dop wordt wel vies. Ja, dat geeft niet. It's all in the game. Moet ik het anders doen? Ja, graag. Kijk hoor. Zo. Heel klein beetje. Ini mini. Nou, dat doet ook weer niet. Zo? Ja. Nu begint het ook meer één te worden. Ik denk op dit moment, dit komt niet goed. Komt wel goed. Echt? Ja. Het is nog steeds behoorlijk plakkerig. Weer een beetje wasmiddel? Het begint al een beetje, ja. Ja? Minder plakkerig te worden, ja. En zo moet je gewoon blijven toevoegen tot het aan elkaar blijft plakken. En niet meer zo erg aan je handen. Nu kan ik het een beetje beginnen met van mijn handen af te halen. En nu wordt het steeds één gedeelte. Eén geheel. Ja. Ik denk nog steeds dat dit... Maar zo zie je maar, ik zou het hebben opgegeven nu. Ik zou denken, dit is niet gelukt. Dus dat zou voor mij... een tip zijn. De gouden tip zijn. Beetje voor beetje het wasmiddel erdoorheen. En blijf kneden. En kijk, als je dit zo ziet, dan denk je, dit komt ook niet meer goed. Het gaat niet meer helen, maar dat gaat wel gebeuren. Oké, nou, laat maar zien. Ik ben benieuwd. Nu begint het... minder te plakken. Ja, jij voelt het. En dat wat op het bord zit gaan we zeker niet meer gebruiken. Jawel. Ook? Ja. Oh ja, ik zie het. Het begint inderdaad een beetje meer stretchy ook te worden. Nog meer wasmiddel. Oh. Zometeen moet er wel glitter bij. Slijm zonder glitter. Tuurlijk moet er glitter bij. Slijm zonder glitter is echt geen slijm. Nou, ja, is ook leuk. Maar wij doen glitter. Glitter is leuk. Nou, dit begint er toch wel op te lijken hoor. En eigenlijk het belangrijkste is het kneden. Want als je ook niet genoeg kneedt, dan wordt het ook niet één geheel. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen heeft dezelfde temperatuur handen. Dus iemand met koude handen of hele warme handen, daar lukt het misschien niet bij. Jawel, want het slijm went aan je eigen handtemperatuur. Ja, dat zeg jij, maar dat vind ik toch wel echt waar, joh? Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Zoals je ziet wordt het nu ook minder plakkerig. Ja, inderdaad. Dit doet me denken aan flubbershake, deze kleur. Wil jij nog een beetje wasmiddel of ga je dat van het bord gebruiken? Nog wat meer wasmiddel. Dankjewel. Nou, alsjeblieft. Dit is wat we nu hebben. En ik heb nog steeds een beetje wasmiddel hierin. Wat willen wij hebben? Ja, maar niet alles. Een beetje voor beetje nog steeds. Ja. Want je kan ook op een gegeven moment zeggen, het is goed zo, ik stop, of niet? Ja, dat kan, maar dat is niet handig. Waarom niet? Want dan zou je zien dat de volgende dag, dat je dan toch weer wasmiddel nodig hebt. Is het dan te taai of te plakkerig? Dan kan het te plakkerig zijn. Oké, het wasmiddel zorgt ervoor dat het minder plakkerig is. Ja, en als je te veel doet in één keer, dan wordt het dus gewoon echt één hele stevige blob. En wat ik fijn vind om te kneden is ook gewoon een beetje op het bordje. Dat is fijn. Ik vind hem nu al mooi hoor. Ja, maar je zal zien dat hij bij jouw handen zou plakken. Ja, inderdaad. Maar omdat ik het langzaam deed. Kijk. Zo niet. Maar het wasmiddel is nog niet op. Oké, jij wilt per se het hele wasmiddel nou. Ja. Jouw slijm, jij mag het zeggen.
We hebben nu het laatste beetje wasmiddel erbij gedaan. Die titel is ook grappig. Zombie slijm zijn ze net. Zombie brein. Zombie brein slijm. Hier ligt ook nog wat wasmiddel op het bord. Ga dat ook nog gebruiken. Ik ben heel benieuwd of dit nu weer één geheel gaat worden. En dan gaan we glitters doorheen doen. En dan is het af. En dan is wat mij betreft dit experiment geslaagd. Dit recept. Dit moet ik nu gewoon blijven kneden tot het weer één wordt. Ik vind dit zo leuk. Dit ziet er wel uit als zombie brein slijm. Dit wordt weer één geheel. Ja, ik zie het. Ja, dat is toch wel heel erg grappig. En als je het dik wil maken, dan doe je er gewoon wat maïzena bij. Ja, maar zou je dat willen? Kijk nee, nou, joh. Dit is al heel dik. Gaaf dit. En soms als je slijm heel dik is, zoals deze, dan kan je gewoon als je er heel dik in knijpt, dan voel je je vingers er gewoon doorheen gaan. Bij mij ook niet meer. Nee. Bij mij is die nu ook perfect. Oh, er zit een beetje goudslijm doorheen. Maakt niet uit. Zie daar, prachtig groen slijm. En nu gaat er wit glitter overheen. Van de Action. Zo. Beetje poedersuiker lijkt het op. Ik ga er nog meer bij doen zo meteen. Alleen eerst dit. Ik zag een video van een Engels meisje. En die was meer dan 1 miljoen keer bekeken. En het was slijm van alleen shampoo of zo stond er. Oh ja, en er bestaat ook slijm van tandpasta. Kunnen we ook een keer proberen. Maar dan klik ik die video aan. En dan zit er een prachtige foto bij. En dan blijkt gewoon aan het einde van de video, zeggen ze, ja, het is niet gelukt. Dan denk ik, ja, dan moet je ook niet die mooie foto erbij zetten. En dan voel ik me toch een beetje bedrogen. Een beetje bedrogen. Maar dit slijm is gelukt. Het doet me echt denken aan onze Flippershape foto. En hoe? Ja, dat komt omdat het ook groen was. Zoals je kan zien druipt het slijm ook prachtig. En ik vind die glitters het ook echt helemaal afmaken. Mijn dochter vraagt net of ik haar musical.ly naam wil zeggen. Nou, daar twijfel ik een beetje over. Maar weet je wat? Ik zet het gewoon in de beschrijving onder deze video. Als ik er nog later spijt van heb, of het mag niet van papa, dan kan ik het altijd weer weghalen. Ja. Maar voor wat betreft deze video, ik vind het slijm echt prachtig gelukt. Ik hoop dat wij mensen hiermee hebben kunnen helpen met dit recept. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Dag! Dag!